Breda Nu. Je weet het meteen. Dit jaar is het 350 jaar geleden dat de Vrede van Breda werd gesloten. De Bredaanse componiste Desiree van Warmerdam schreef speciaal voor deze gelegenheid haar compositie De Vrede van Breda. Deze werd opgevoerd in de Grote Kerk door het Breda's Mannenkoor in samenwerking met onder andere projectkoor Ettenleur. Voor aanvang van het concert spraken wij met de hoofdrolspelers. Ja, als Ras zegt de Breda, dan is het natuurlijk fantastisch dat dat in je stad gaat plaatsvinden. Wij zien dat door heel Nederland eigenlijk wel festiviteiten plaatsvinden. En vooral in havensteden. Waar ook de Vrede van Breda en de tocht naar Chatham. En dat is eigenlijk het verhaal van Michiel de Ruiter. En een prachtige film. En ik ben apetrots dat ik daar ook een deel heb mogen nemen aan die film. Als opperschipper. En dan stond ik dus naast Michiel de Ruiter. Om naar mijn eigen muziek te gaan luisteren, ja, dat is gewoon heel erg gaaf. En vooral omdat er twee koren zijn met nogal wat mensen erin. Dus het Breda's Mannenkoor heeft iets van 100 leden. En het projectkoor uit Ettenleur heeft iets van 45 leden. Allebei eentje onder leiding van Hans de Wit en de andere dan van Dieneke Bignezen. Dus dat is natuurlijk al sowieso hartstikke mooi als je iets van 135 mensen jouw muziek hoort uitvoeren. Dan hebben we nog slagwerkers, de trompetist en twee organisten. Bayardier doet ook mee, ja inderdaad. Nou, afgelopen maandag hadden we een generale repetitie en er was alleen maar positieve uitstraling van iedereen. Dus iedereen was ook zo blij en volgens mij belooft het wel wat voor vanavond. Ja, het is dus eigenlijk een geboorte van een muziekstuk. En dat is heel speciaal. En voor ons als projectkoor Ettenleur is het ook heel speciaal dat wij dat mogen uitvoeren met het Koninklijk Breda's Mannenkoor. Dus dat vinden we. En dat we hier mogen zingen in deze prachtige kerk. Dus er zijn redenen genoeg om ons heel speciaal te voelen. Ja, en het is vandaag ook precies de dag dat de ratificatie moet ik zeggen. Heeft plaatsgevonden van de slag bij Chatham in 1667, heb ik het goed gelezen. En de componiste Desiree van Warmerdam heeft speciaal voor deze dag die compositie geschreven, De Vrede van Breda. Kunt u iets vertellen hoe u het vindt om samen met Bayardier samen te werken? Geweldig, omdat dat de eerste keer is dat ik met een Bayardier samenwerk. En het wordt spannend straks, want ik zie hem niet. Hij zit natuurlijk echt boven in de toren op het echte carillon. En ik hoop hem wel te horen, want wij moeten op zijn voorspel reageren en tijdig inzetten. Dus dat wordt al direct een spannend begin. Een orgel kun je bijdraaien in stemming, in toonhoogte, maar een bijaard niet. Dus die heeft een bepaalde toonhoogte. En dat is al dat het klopt met dit muziekstuk. Dan is het natuurlijk buiten hoorbaar. Ik denk dat er buiten geen speakers staan. Nee, dus de mensen die buiten staan horen wel heel mooie bijaardmuziek, maar niet de orgel en koormuziek binnen, helaas. Dan moeten ze maar binnenkomen. Breda Nu. Je weet het meteen.